Het Nationaal Archief Suriname hoopt dat de samenleving gebruik zal maken van de gelegenheid om de archieven uit de koloniale periode te raadplegen. We kunnen nu veel meer onderzoek doen naar die periode. Dit zegt Rita Chinfu, zij is directeur van het Nationaal Archief Suriname. Het instituut heeft de archieven sinds een week weer in eigen beheer. In verschillende perioden van de vorige eeuw werden ze van Suriname naar Nederland overgebracht. Suriname had namelijk geen adequate bewaarfaciliteiten. Er werd door Nederland een bedrag van 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een modern archiefgebouw dat moest voldoen aan internationale standaarden. Dit gebouw werd op 12 april 2010 in gebruik genomen. Daarna is ruim 7 jaar gewerkt aan de uitvoering van het project. De archieven zijn ook gedigitaliseerd. We kunnen de koloniale periode vanuit ons eigen perspectief onderzoeken en beschrijven, geeft Chinfu aan. En waarom zeg ik vanuit ons eigen perspectief? Onderzoekers, zowel Nederland, ook in Suriname en andere landen, hebben onderzoek gedaan naar en over de Surinaamse samenleving. Maar vanuit welke bril, vanuit welke optiek hebben ze gekeken naar die samenleving en welke vragen hebben ze gesteld? Als we zo kijken, want er zijn wel verschillende nuances. Praat men bijvoorbeeld over slaven? Wij zeggen nu dat slaafgemaakte mens. Ja. Het zijn enslaved people, toch in het Engels. Want wij zeggen, de Afrikanen zijn niet geboren als slaaf. Nee. Ze zijn mensen met een culturele bagage. Maar hier werden ze beschouwd als werkpaarden. Net alsof ze helemaal ja, geen cultuur, geen hoge beschaving hadden. Geen mensen waren, ze werden als mens beschouwd. Ja, dat is zo. Maar wij kijken nu op een heel andere manier naar deze archieven. Chinfu zegt verder dat de organisatie activiteiten zal ontplooien om de samenleving bewust te maken van het belang van de archieven. Het wordt een uitdaging om dat te doen met geringe financiële middelen. Maar we blijven gemotiveerd, zegt zij. Maar natuurlijk moet vanuit de studierichting geschiedenis studenten ook worden gemotiveerd en gemobiliseerd om die archieven te raadplegen. Daarnaast, als natraject, hebben we ook afspraken met het Nationaal Archief Den Haag om de archieven over Suriname, die nog daar berusten, ook te digitaliseren. En dan zullen we een uitwisselingsprogramma met elkaar uitvoeren. Wat interessant is hier voor hun, zullen we voor hun digitaliseren. En wat voor ons ook interessant is, want er ligt nog heel veel daar, zal ook uitgewisseld worden. En op dit moment hebben we bijvoorbeeld een ander project gaande, het digitaliseren van de slavenregisters. Dus dat loopt nu ook wel. Er ligt nog heel veel te doen, toch? Qua uitwisseling, qua trainingen. We moeten nog heel veel doen. En natuurlijk, dat heb ik vorige week ook al gezegd, we praten nu over die historische archieven die uit Nederland zijn gekomen. Maar waar we onze aandacht ook op moeten richten, en dat heeft voor mij prioriteit voor de komende jaren, persoonlijk als archivaris, maar ook als Nationaal Archief, zijn de archieven die hier in Suriname zijn en die nog berusten bij de overheidsorganen, bij de ministeries. Die zijn nog niet goede wijze beheerd en toegankelijk gemaakt. En daar moeten we aan werken samen met de overheidsorganen. Rita Chinfu, directeur van het Nationaal Archief Suriname. Ze hoopt dat de samenleving gebruik zal maken van de gelegenheid om de archieven te raadplegen.